vorige keer in Henkie zijn leven. Abonneer! Opa Gerard? Waar ben je? Huh? Hé, Gerard, je moet wel blijven filmen. Nee. Hoezo? Hij moet toch open? Nee, dat doe je anders, ik zei Henkie. Kijken of de achterdeuren open kunnen. Hoe doe je dat dan? Oh, de achterdeuren, wacht, dat kan ik ook mee helpen. Ja. Nee, Henkie. Nee, toch. Hoi. Oh, nee. Wie ben jij? Hoi. Ik ben Denise. Hoi Denise, wie ben jij? Ik ben Denise. Oh, hey Denise, wie ben jij? Gozer, ik ben Denise. Ik ben Remco. Oh, hey Denise, wie ben jij? Dank u wel. Oh, hey, daar gaan we. Nou. Oh, hey. Politie. Hallo. Oh, meneer. Oh, waarom doet u dat? Oh, waarom deed u dat? Meneer. Dank u. Meneer, waarom schiet u op me? Niet doen. Dank u. Ja. Rustig aan. Wat doe is jij dan hier? Ik donuts kopen, nog beskaatkoekjes kopen en een lege pizza. Oké. Je doet netjes je handen omhoog. Ja, ik heb helemaal niks gedaan. Even rustig naar buiten komen, er is voor nu niks aan de hand. Ik red even mijn wapen volgens het protocol. Oh, hoezo? Wat heb ik gedaan? Oh, ik krijg een melding van een winkeloverval. Hier. Ja, hier. Ik ben hier helemaal alleen, joh. Ja, precies. Zou jij eigenlijk even willen omdraaien en even tegen de muur aan willen gaan staan? Dan ga ik je heel even boeien. Is goed. Dan gaan we het gewoon even rustig uitzoeken, oké? Oh, is goed. Kom weer benaderen? Geen dingen? Ik doe helemaal niks. Ik ben zo bang. Ik heb niks gedaan. Dat snap ik. Ik geloof. Ik heb helemaal niks gedaan. Oh. Waarom is dit nou weer? Je gaat me niet in de auto zitten, toch? Nee. Oh. Nee, rustig. Ik ga je zelfs even loslaten. Ah, toch. Dankjewel. Oh. Oké. In ieder geval, nou, ik weet je naam al. Dat scheelt. Ja. Waarom zit ik nou hier? Wat is er gebeurd? Ik was net op het bureau en ik was even wat administratie aan het doen. En ik kreeg ineens een melding van een winkeloverval. Nou, dat was hier. Dus... Bij deze winkel? Ja, deze winkel, ja. Ja, ik kom net aanlopen. Misschien zijn ze al weg, hoor. Ja, dat weet ik ook niet. Zou heel goed kunnen. In ieder geval, heb jij voorwerpen bij die je niet bij mag hebben? Ik denk het niet. Ik heb een hamer bij me. Ja, oké. Een hamer. Maar die heb ik altijd bij me. Zou je even tegen de auto aan willen gaan staan? Dan ja, eens even kijken wat je een hele mooie auto is dit. Ja, mooi hè? Ik heb toch een keer een rondje met u gereden. Dat klopt, ja. Ja, toen mocht ik van u rijden. En met uw vriend. Ja, dat klopt. Dat was met Nathan. Ah, dat was superleuk. Toen mochten we samen rondjes rijden. Ja, inderdaad. Nou, ik zie dat je geen grote som geld bij hebt. Of de winkel had een hele slechte omzet. Of ik zie dat je hamer hebt. Nou ja, die hamer, ik geloof je. Die... Ja, je bent monteur. Ja. Klopt. Dan moet die auto's een beetje repareren. Ja, daarom. Ja, maar die heb ik altijd bij me standaard. Ja, nou, dan heb ik eigenlijk niet zo heel veel waar ik jou nu op kan aanhouden. Aangezien, ja, je hebt niks strafbaars bij, ik heb je niks strafbaars te doen. Dat vind ik gelukkig. Ik was zo bang al. Ik vind wel dat je een mooie zonnebril op hebt. Ja, dankjewel. Dat krijg ik alleen maar door de laatste tijd. Ja, het staat je erg goed. Mooi is hij, hè? Oh, ik vond het zo leuk nog dat ik toen met u met die auto's en zo en dat we hele routes deden en gevaarlijke dingen en zo. Dat was zo spannend. Ja, dat klopt, ja. Misschien kan ik wel voor nu heel even snel wat regelen. Wat dan? Dat ze dat misschien opnieuw gaan doen. Echt? Ja, maar ik kan je het niet garanderen. Ik ben natuurlijk maar een agent. Misschien nee, dat snap ik. Mag in ieder geval mijn boeien los, want ze zitten een beetje strak. Oh, ja, die zou ik eerst even losmaken. Dankjewel. Maar ik weet niet of ik het kan regelen of dat echt mag. Dan ga ik even mijn donuts en zo ophalen, want die wilde ik wel kopen. Ja, dan kunnen we even kijken of ik wat kan regelen. Nou, ik wilde gewoon donuts kopen hier en zo. En dan word ik bijna aangehouden. Dat slaat ook nergens op. Zo, dat is lekker gekocht. Die heb ik nu ook gewoon weer. Ga even kijken hoe ver hij is. Geef mij een nummer, dan kunnen we een keertje weer samen op avontuur gaan. Ja, ik vind dat heel goed. Ga ik mee in dienst? Ik zou eens even mijn nummertje. Ja. Oh, ik heb geen telefoon. Dat is misschien... Heeft u geen telefoon? Ik heb geen telefoon. Nou, dan gaan we die even halen, oké? Is goed. Stap maar in. Oh, ik mag instappen. Nou, even kijken. Die winkel zit ergens bovenin, dacht ik. Hè? Ja, klopt. Oh, ik vind het zo spannend dat het in de politieauto. Pas op, joh. Ja, ik vind het ook een beetje spannend om in jou in de auto te zitten, denk ik. Ja, ik snap het hoor. Je kan ook als je wil, kan ik hem iets sneller maken als het nodig is, hoor. Ietsje pizzie, man. Maar even kijken. Ik kreeg net al even een meldingje snel binnen. Van een wegafzetting. Waar? Ja, daar. Dat is vlakbij. Oh, daar moeten we even snel heen normaal. Ja, vind ik eigenlijk ook wel. Prio 1, sirenes, geluid, alles. Ja, ik meld even dat we erheen gaan. 201 aanrijdend wegafzetting. Dan gaan we wel even inderdaad met blauw erop. Oeh. Aangezien het op de snelweg is, dat is best een gevaarlijke situatie. Aan de kant vrachtwagen, ik ben traag. We gaan even aan deze kant. Prio 1. Ja, dat klopt, dat heb je goed onthouden. Is het echt prio 1? Dit is prio 1 zonder. Oh, maar wat is prio 1 met? Dat is met mayonaise, nee. Oh, lekker! Nee, dat is met sirene erop. Ik wil ook bij de politie. Kan je daar gewoon ook met donuts eten en zo? Ja hoor. Oh. En koffie drinken. Oh, dat klinkt als een hele interessante baan. Ja, inderdaad. Even kijken, gaan we hier even de auto positioneren? Oh, wat is hier gebeurd dan? Ja, ik denk een ongeluk. Oh, dat is niet zo fijn. Dat is inderdaad niet zo fijn eigenlijk. Moeten we hem hier afzetten? Oké, wat moet ik doen? Zeg het maar. Ik weet niet of jij... Nee, het begint te regenen. Oh, nou het vieze!
Ja, inderdaad. Ik weet niet of je bang bent voor bliksem. Nee, niet als het me niet aanraakt. Oh, maar misschien een beetje voor het geluid wel. Nou, blijf rustig. Blijf even bij mij in de buurt. Oké. Okay. Blijf bij jou in de buurt. Het is gevaarlijk. Kom maar even achter me aan. Ja. Niet zo ver weg. Oh, niet zo snel, niet zo snel. Niet zo snel. Nee, rustig. Oké, zo. En nu? Nou, eens even kijken wat er aan de hand is. Hier staat een brandweerauto in ieder geval. Oh, wat een mooie brandweerauto. Weet je dat ik hier een keer met open toosje Gerard iets uitge... Ik zei niks, we gaan verder. Oh nee! Hi. Wat is hier gebeurd? Voor zover ik van een collega had gehoord, zit persoon bekneld. Deur is bekneld. Oh, nee. Deur is momenteel uit. Okay. Hij zit alleen nog volgens mij met zijn benen bekneld. Gaat het met je? Ja, ja, ja. Nee, ik kan niet tegen jou, ik kan tegen de auto, joh. Autootje, gaat het? Hij is helemaal kapot. Ja, maar dat kan je wel repareren. Nee, dat is moeilijk, joh. Jou kan je wel repareren. We gaan even pionnen plaatsen. Ja, wat een vies weer, hè? Ja, inderdaad. Blijf jij maar even hier staan. Dan sta je hier in ieder geval een beetje veilig. Oké, okay, en dan... snel pionnen net. Ja, plaats maar pionnen. Ja. Kom maar door! Ja, goed zo. Ga maar door. Ik doe goed mijn werk hier, hoor. Ja. Maak u geen zorgen. Ik zorg dat u... Ja, u kunt door. Ja, gaat u maar. Witte auto. Tot de volgende keer. En doorrijden. Goed zo. Dan gaat u. Volgende. Dan door. En dan gaat u ook. Hoppakee. Goed zo. Dat... Nou, ik ga even kijken hoe het met de agent gaat, hoor. Wanneer wilt het lukken? Kom maar even hierheen. Dan staan we iets veiliger. Daarheen? Bij de brand, we kijken of we daar wat kunnen betekenen. Nou, ik denk het niet, hoor. Kijk, mijn donut op mijn rechterarm, die matcht. Met de brandweer, met de ambulance. Zie je? Ja, ik zie hij het, matcht. Ja. Ja. Misschien betekent dat wel dat deze auto voor mij is. Waar is ambulancepersoneel? Die heeft even kortsluiting in zijn hoofd. Als hij zo slim komt door de regen, denk ik. Je moet ook niet stroom en regen samenvoegen, dat werkt nooit. Als we dan toch even moeten wachten. Wat een materiaal zit hier allemaal in. Nee, kijk, die hebben Open Toos Gerard een keer gepakt met z'n tweetjes. Even kijken hoor. Auw, mijn hoofd! Wat zou de oorzaak zijn geweest van dit ongeluk? Waar zou dat aan liggen? De wegligging hier? Ik snap het niet hoor. Ik snap niet waar dit aan kan liggen hier. Misschien aan de hoogte? De luchtdruk of zo? Waar kan het aan liggen? Kijk je uit, Henkie. Ja, ik ging even kijken waar het aan lag, dit ongeluk, hoe dit zou kunnen komen. Oh, ja, dan moet je wel oppassen. Je bent bijna weggereden. Auw! Henkie. Ja, wat is er? Kan jij aan de agent even vragen of je een tent uit de auto kan halen? Een tent? Ja, als het goed is, hebben ze tent. Ja, ik ga het vragen aan hem. Nou, even aan de agent vragen hoor. Wat is hij überhaupt? Jon! Jon! Waar ben je? Jon? Jon! Hij is weg! Jon! Waar is hij nou, hé? Ik snap er niks van. Jon! Hé, het klaart weer op. Wauw! Wat mooi! Zo, wat prachtig heet dit. Het klaart gewoon weer lekker op. Oh, meneer, dat moet niet over de pionnen heen rijden. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oké. Meneer, ik kan de agent niet vinden. Ja, dat die is even begrijp ik. Die heeft ook storing in zijn hoofd. Ja. Waarom speelt iedereen met... Oh! Waar kom jij vandaan? Ik word helemaal gek hier, denk ik. Wacht even, hoor. Ik denk dat je die bril even... Ik denk dat ik die bril te lang op heb. Ik snap niet wat hier gebeurt. We kunnen er eindelijk weer vandoor. Nou, we kunnen weer, hoor. Ja. We gaan er eindelijk weer vandoor. Ja, En het regent nog steeds. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we zo even naar de telefoonwinkel. Of ja, nu. Dan gaan we daar even een telefoontje voor je halen. Dan gaan we even naar het bureau. Dan doen we even een bakje koffie of chocomel, weet ik veel wat je wilt. Chocomel! Ja, chocomel. Chocomel. En dan geef ik je even een kleine rondleiding en dan, leuk dagprogramma zo. Ja. Ik weet niet of je genoeg geld erbij hebt. Dat denk ik niet namelijk. Oh. Maar ik geef je wel wat. Oh, je hebt nog wel extra van mij. Eindelijk een telefoontje kopen. Ja. Komt goed. Yo. Ja, hier heb ik 100% genoeg geld aan. Hallo? Hallo? Oh, ze zijn dicht. Het is nog niet open. Nou hoor, ik had genoeg geld. Ja? Alleen ze zijn nog niet open. Dus dat was een enig nadeeltje. Nou, zullen we dan eerst een rondleiding doen? Dan gaan we eerst een rondleiding doen. Ja, ik ben gisteren ben ik gegijzeld. Echt? Ja. Hoe kan dat? Wie heeft u gegijzeld? Ja, de naam is bekend, maar dat mag ik niet vertellen in verband met onderzoek. Nee, aan mij wel. Nee, ik ben geen onderzoek. Nee, Henkie. Ik maak geen uitzonderingen voor jou. Sorry, ik ben vandaag ook van het dam afgesprongen. Oh. Ja. Zo. Nou, laten we bij de hoofdingang beginnen. Ja. Ik denk dat je daar... Normaal ga je altijd via de achterin, denk ik. Nee. Ik ga altijd via iedereen. Ik ben hier wel eens eerder geweest. Toen met opa Gerard en opa Toos. Toen gingen ze me achtervolgen. Zij werkte hier ook. Ja, dat zei ze dus inderdaad. Ah, nou, lekker ik zal even vertellen. Boven hebben wij... Ja, daar heb ik een keer gewerkt. Kijk, daar staat de donutautomaat al. Oh, ik zie hem. Oh, lekker. Ja, hier ben ik een keertje eerder geweest. Een donut eet je met de rechterrug. Dat is de enige manier om een echte donut te eten. Nou, een rechterrug. De rechterrug. Ja. Oh, dat is wel een beetje pijn. Au, au,
hij moet wel rechtdoor, tot hij zelfs krom lijkt. En waar is het coolste gedeelte? Oh, nog een deur. Help me! Het coolste gedeelte? En wat vind jij het coolste gedeelte? Ja, weet ik niet. Wat voor gedeeltes hebben jullie? Wow! We hebben hier als het goed is een bord hangen. Kijk, daar onderin. Ja. En dan mag je wat kiezen. Wow, wat veel verdiepingen. Oké, wacht, ja. Dan ga ik even kijken hoor. Doe jij maar sporthal, even. kantoor. dak. Helipad, hebben jullie een helikopter op het dak staan? Ik wil een dak. Een dak? Een dak, dat is daarboven. Ja, dat klopt. Oh, hier heb je nog een bord. Wat heb je hier allemaal? Ja, dat is precies hetzelfde bord. Nee, dit is toch een ander bord. Die andere bord. Kijk, die zit hier beneden. Dat is toch niet hetzelfde bord, joh? Nee. Dat snap je toch zelf ook wel? Hetzelfde staat erop, laat het zo zeggen. Naar het dak. Naar het dak, oké. Hé, moet je nou kijken? Weer zo'n bord. Weer zo'n bord. Hier heb je ook een kantoor. Wat hebben jullie veel kantoren, hé? Nog hoger. Nog zo'n bord. En nog hoger. En nog zo'n bord. En nog hoger. En Oh nee, Henky. Waarom zei je niet dat niet nog hoger kon? Oh, jezus. Ik denk, ik kan nog hoger. Gaat goed, ja, dat Henkie. Gaat prima, joh. Hé, nog zo'n bord. Oh, jullie hebben inderdaad geen helikopter. Maar dat vind ik wel jammer. Het wordt wel weer nat hier. Gaat nou, het is wel viezig inderdaad. Kan ik echt niet de lift nemen? Nee, dat gaat echt niet. Ik heb geen liftpas. Waarom zei je dat niet? Ja, omdat je niet bij de politie werkt. Oké, dan gaan we wel weer terug. Cellencomplex. Cellencomplex, dit ken je denk ik wel. Dit is deze deur. Ja, hier heb ik al vaak gezeten. Ja, inderdaad. Wat cool, hé. Heb je nog een paar kamertjes en zo? Hier kunnen we foto's maken. Ja, maak maar een foto van me. Zo. Ja, ga maar. Maak je mooie foto's van me? Ik maak een paar mooie flitsjes, ja. Top, dankjewel. Zo, nee, die gaat in het plakboek. Dit is min 3. Ja, wow. Oh, die wil ik zien. Nou, dit is een beetje teleurstellend, dit. Nee. Oh, we kunnen nog verder. Wat cool, mag ik hier naar binnen? Nee. Dat echt niet? Nee, echt niet. Nee, dat is ook niet mijn vinger alleen. Mijn vinger is binnen. Ja, oké, dat kan nog wel. Kunt u me weer afzetten bij het blokkenpark? Ja hoor. Top, dank u wel. Ja. Oh, de bumper zit een beetje los. Oh, ik zie het. Hoe kan dat nou weer? Hij hangt ook zo raar. Ja, inderdaad. Hij hangt heel raar, je bumper. Nou, Janky, was gezellig. Ja, fijne dankjewel. Dag. Fijne dag, hetzelfde en succes met die pump. Wacht, ik heb een idee. Geef me ik heb een idee. Ah! Zo, die zit weer vast. Ja. Nou, hij zit echt vast! Ja. Hij zit echt vast! Race door. Race. Ja, hier, kijk! Ja, nou, dankjewel, hè. Nou, graag gedaan. Ik heb hem voor je gemaakt, die bumper. Ja, top. Niks te danken. Dat zou dan een 100 euro zijn. Fijne dag. Hoi. Nou, zijn pumper zit wel nog steeds los. Nou, dan heeft hij me voor niks betaald. Dank u wel voor de leuke dag, meneer. Nou kijk eens, dat was hem dan weer. Ik heb niet echt de hoop gerig gezocht, maar we moeten hem wel gaan zoeken, want hij is wel vermist nog steeds. En mijn auto ook. Dus kijk eens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Een mooi duimpje omhoog en abonneer dan maar eventjes of ik eet je donuts. Abonneer nu. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Spreek je later. Glaasje water telt het 4 flesje bier. Doei. Yeah.